Het universum waarin de kinderen van de Sims zich bevinden breidt zich steeds verder uit. Electronic Arts verrast ons eerder al met My Sims Kingdom en nu is er dan My Sims Party. Staat deze titel daarentegen wel garant voor een feestje? EA heeft al een groot aantal games in de Sims franchise uitgebracht. De laatste tijd wijkt EA daarentegen een beetje van de formule met volwassen mensen af. Zo heeft de uitgever Sim Animals uitgebracht, waarbij de speler in de huid van moeder natuur kruipt en allerlei wilde dieren in zijn bos moet laten wonen. In de My Sims spellen hebben de volwassen personages plaatsgemaakt voor de altijd vrolijke kinderen. De speler kon al een koninkrijk runnen in My Sims Kingdom en nu is het dan My Sims Party. Maar wat is dan precies het verschil tussen deze twee games? In My Sims Kingdom is het de bedoeling dat de speler zijn koninkrijk uitbreidt door middel van avonturen en tevens iedereen in het koninkrijk tevreden houdt. Dit is bij My Sims Party ook de bedoeling, maar de speler moet festivals winnen om de stad uit te kunnen breiden en nieuwe bewoners aan te trekken. De karakters uit My Sims Kingdom komen ook weer voorbij in My Sims Party. Zo zal de speler bijvoorbeeld de onhandige Piet weer letterlijk tegen het lijf lopen die hem, net als in My Sims Kingdom, op weg zal helpen in het avontuur. Dit keer is hij echter te laat voor een festival en in zijn haast rent hij de speler omver. Nadat beide personages weer opgestaan zijn, rennen ze naar het plein midden in het dorpje waar alle festiviteiten aangekondigd worden en kondigt Piet het eerste festival genaamd Openingsfestival aan. Alle festivals bevatten een aantal minigames die zich rondom een bepaald thema afspelen. Zo is er een eng thema, maar ook een rocken thema. De speler moet de festival zien te winnen om meer mensen naar het dorp te trekken en het dorp zo succesvoller dan ooit te maken. Voor ieder festival mag een speler een aantal karakters kiezen waarmee hij het festival wil spelen. De minigames die aan dat festival voorbij komen worden in een aantal iconen aangetoond waar de speler zijn voordeel mee kan doen. Als er bijvoorbeeld een handschoen aangegeven staat voordat de minigame begint, is het handig om een karakter te kiezen welke wat sterker is. EA heeft er goed aan gedaan om dit systeem in My Sims Party te verwerken, want op deze manier onderscheiden de karakters zich van elkaar en zal de speler sneller kiezen tussen de speelbare dorpsbewoners en zo met wisselende personages spelen. Het wisselen tussen de personages is ook wel nodig, want tijdens deze minigame zullen de verschillende eigenschappen van de karakters in hun kracht afnemen. Hierdoor, en doordat de minigames zo verschillend van elkaar zijn, zal de speler bijna gedwongen bij ieder festival een ander team moeten samenstellen. Grafisch zijn beide spelers een beetje identiek. Beide games zijn erg cartoony vormgegeven en stralen dan ook een en al vrolijkheid uit. Op zich is dit niet erg, maar EA had misschien wel wat aan kunnen passen op dit gebied. De muziek in My Sims Party is ook erg vrolijk en zorgt voor een goede sfeer tijdens het spelen. Electronic Arts heeft met My Sims Party een vermakelijke game uitgebracht. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor gamers die het leuk vinden om in een gezelschap een avondje te vullen met minigames. Grafisch is het spel erg vrolijk te noemen en ook het geluid straalt vrolijkheid uit. De afwisselende minigames zorgen voor veel speelplezier, maar het feit dat de controls soms niet meewerken is erg jammer. Uiteindelijk is er niet veel op My Sims aan te merken en zullen vooral de jonge gamers een waar feest beleven aan deze game.